Wettelijk is het vastgesteld dat winkeliers zich dienen te houden aan de vastgestelde winstmarges, variërend van 0 tot 25%. Tijdens de winkelcontroles let de ECD streng hierop. Er is een wet, E2A, dat is aangegeven van 0 tot 20 of 25%, want het hangt er vanaf over welk product we praten, dat de winkelier zijn product mag verhogen. Dus dan biedt hij binnen zijn winstmarge. Wat we wel constateren dat ze in de meeste gevallen toch lager dan hun winstmarge liggen. Want je moet je voorstellen, het is een situatie van COVID. Het is niet nodig dat u, vooral bij de basisgoederen, zoals zout, suiker, olie, aardappel, uien, dat u boekerwinst zal maken. Het is niet nodig. Het is niet nodig dat u erop let en dat alle prijzen, alle goederen van een duidelijke prijsaanduiding moeten worden voorzien. Het is een wisselwerking. Als consument bent u het oor en oog van de controlediensten wanneer het gaat om de prijscontrole in de winkel. Uw kassabon is daarbij van groot belang. Wat we wel werkelijk constateren is dat de bonnen niet volledig zijn. Dat de winkelier gaat werken eraan om hun goederen conform de prijs dat het duidelijk is aangegeven. Als het is een blik pasta tomaten dat het duidelijk is aangegeven voor 20 of hoeveel 16 SRD, dat het ook makkelijk leesbaar is. En dat wij als consument erop moeten letten, we moeten onze bon hebben, want we weten nooit wat er kan gebeuren. Als je terug moet gaan, dat die bon er is. Een bon moet volledig zijn, met datum, dag en de naam van de winkel moet er ook bij staan, telefoonnummer, al dat soort dingen moeten er zijn. Want het zijn belangrijke dingen. Zij weten ook dat ze hun bonnen ook moeten hebben. Want indien er een klacht binnenkomt dat de prijzen hoog zijn, hebben ze dan hun bon. Als we zijn voor hun de dekking, dat we dan aan de hand daarvan kunnen berekenen wat de juiste prijs zal zijn voor dat product.